Renault Antwerpen. De auto's van stad. Duizenden Antwerpse kinderen uit het stedelijk onderwijs vonden hun weg naar hier. VZW Campuslandschap wil op vraag van de gemeente Kalmthout hulp bieden. Campuslandschap beheert al verschillende domeinen in de provincie. Campuslandschap heeft een vraag nodig van een gemeente. Daar hebben we dan Kalmthout, die lid is ook van de VZW, kan die vraag lanceren. En moet dan de partners zoeken om dat project uit te werken. En daar is de stad natuurlijk een goede partner bij en stedelijk onderwijs. Diesterweg zelf kan niet vervreemd worden. Vandaar dat wij dan denken ook aan manieren bijvoorbeeld van erfpacht of van concessies die je dan geeft aan Campuslandschap. Wel, ik denk in ieder geval dat de VZW Campuslandschap heeft aangetoond dat ze dit soort dossiers aan kan. Je kan dat niet alleen doen. Je doet dat met heel veel partners. Je zoekt naar subsidies op heel veel niveaus. En je zoekt ook bijvoorbeeld met private partners naar een oplossing. Maar belangrijk is dat iedereen het eens is over de bestemming. En ik denk in dit geval dat het heel duidelijk moet zijn dat de kinderen uit het stedelijk onderwijs moeten kunnen blijven komen naar die bosklassen. Maar evengoed dat de kinderen uit Kalmthout hier speelpleinen moeten kunnen laten doorgaan. Burgemeester van Kalmthout ziet de samenwerking met Campuslandschap positief tegemoet. Het is eerder onverwacht misschien, maar het is wel goed nieuws als het allemaal zou kunnen lukken. Het zou de redding zijn van het domein Diesterweg, die toch een lange geschiedenis kent, zowel voor alle stadse schoolkinderen als voor heel wat kinderen in Kalmthout, die het toch ook tijdens de vakantiemaanden hun vrije tijd kunnen beleven.